Mijn geerste gast van vandaag is niemand minder dan minister Hugo de Jonge. We hebben afgesproken op de plek waar hij als salesjongetje terecht kwam in Rotterdam, de Millingsbuurt. Hugo! Hallo dan. Zie je er goed uit, man? Sander. Ja, nou, ja, ik moet natuurlijk meteen naar jouw schoenen kijken. Even zo, hè? Even. Precies. Wat een hippe kikse weer, hè? Mooi, hè? Ja, heel mooi. Het lijkt een beetje op het behang in de Tweede Kamer. Ja, je schoenen lijken een beetje op het behang is een merkwaardig compliment, hè? Maar goed, prima, verder. Hoe is het? Waarom wilde je hier op spreken? Nou, dit is dus mijn eerste huisje. Hier ben ik komen wonen. In 1996 ben ik hier komen wonen. Ja? En mijn vader had dus een beetje rondgetoerd. Mijn vader reed op een brommertje. Er reed geen auto, die had een beetje rondgetoerd. Hier op Rotterdam-Zuid. Ja? Hij vond kennelijk dat ik de deur uit moest. Het werd tijd om op kamers te gaan. En toen zei hij, Huug, dit kun je wel betalen. Hij had een paar telefoonnummers voor me opgeschreven. Nou, ik bellen. En dan kon ik inderdaad best goed betalen. Dat was goed te doen. Ja? Ik denk dat een paar honderd gulden was het toen. Ja? 300 of zo. En dus dan kon je van je studiefinanciering kon je dat betalen. En samen met een vriend ben ik hier toen komen wonen. En toen we hier eenmaal woonden, begreep ik ook een beetje waarom het zo goedkoop was. Ik weet niet of je dat kent. Toen, de Millingsbuurt was toen een slechte naam. Dat was toen een beroerde wijk, hè? Ja. En, waar merkte je dat aan? Nou, deze wijk had echt alles eigenlijk wat je niet wilt hebben in een wijk. Hè. Dus eigenlijk alles wat God verboden had gebeurde hier. Aan drugsgebruik, aan geweld. Vreselijk. En toch was het voor studenten natuurlijk ook wel een bijzondere wijk om te mogen wonen. Ja, en toch ook vlak bij de stad? Vlak bij de stad, precies. Ja. Ik ben altijd opgegroeid op een dorp. Dus je kijkt je ogen uit natuurlijk als je hier woont. We zijn veel verhuisd vroeger, maar altijd op een dorp gewoon. En als je dan hier, als dit dan je primeur is in de stad, zeg maar. Ja, hoe was dat? Ja, dan kijk je ogen uit. Ja, ik vond het spannend. Alleen, dit was natuurlijk ook wel een wijk waar van alles en nog wat gebeurde, wat je niet wilt. En ik heb hier les gegeven op de school in de Millingsbuurt, basisschool De Akker. En daar zaten de kinderen uit de wijk. En voor deze kinderen was dat natuurlijk een veilige haven. Het waren kinderen die van alles en nog wat eigenlijk op hun jonge leven al mee hadden gemaakt. Waarom merkte je dat? Dat die kinderen veel hadden meegemaakt? Ja, kijk, dit zijn natuurlijk, deze wijk, de kinderen uit deze wijk die bij mij in de klas zaten, dat waren kinderen die van huis uit van alles hadden meegekregen, waarvan je kinderen gunt dat ze het niet mee hoeven te krijgen. Aan armoede, aan huiselijk geweld, aan achterstanden. En voor hen was school was een veilige haven. School was de plek waar ze konden werken aan hun toekomst, aan hun ontwikkeling. Ja. En dat was het mooie van hier les mogen geven, dat je als leraar, ben je zo van betekenis voor juist deze kinderen. Je mag zo'n enorme rol van betekenis spelen, juist in hun leven, om voor hen het verschil te maken. En dat is prachtig om te mogen doen. En hoe heeft dat jou gevormd? Ja, eigenlijk ben ik daar echt verliefd geworden op Rotterdam. En verliefd geworden op het onderwijs, verliefd geworden op dat prachtige vak van het verschil mogen maken in het leven van de kinderen die aan jou worden toevertrouwd. Dat is zo mooi. Ja, en waarom werd je verliefd op Rotterdam? Het Rotterdamse is het enorme geloof in dat de toekomst beter wordt dan hoe het gisteren was. En dat geloof dat zorgt dat er dingen tot stand worden gebracht die je niet voor mogelijk houdt. Dat de gebouwen uit de grond worden gestampt die niet voor mogelijk worden gehouden. Weet je, dat is zo mooi van Rotterdam. Rotterdam kan alles. In Rotterdam kan alles. In Rotterdam kan alles. Ja. Ik geloof dat jij even een selfie wil maken, of niet? Ja, even een selfie maken. Dat is heel subtiel. Staan we er nou allebei op, of niet? Ja. Oh, goed zo. Helemaal goed. Heel goed, jongen. Hey, tot ziens. Hoi. Hey, groetjes, hè. Maak je niet veel mee? Heel veel. Ja, heel dat is wel bijzonder. Ja, het is heel grappig. Het is heel leuk. Ja, heel veel lieve mensen. Op straat heb je heel veel lieve mensen. Op social media krijg je vaak hele negatieve reacties. Ja. Maar leuke mensen lopen gewoon op straat. Dat is echt waar. Ja. En het is toch fantastisch? Het is heel vriendelijk altijd. Ja. Ja. Iemand die komt zo naar je toe en die wil zo graag een selfie. Die wil met je op de foto. Ja, geinig toch? Maar dat heb jij ook toch? Ja, ik maak het wel mee natuurlijk. Maar bij jou, je hoort natuurlijk met die coronacrisis, dat je bent voor of je bent tegen. Ja. Het is zo fel wordt dat debat gevoerd. Ik me ook kan voorstellen dat mensen heel heftig op je reageren. Ja, dat virus heeft niet alleen maar ziekmakende krachten, zou je kunnen zeggen, maar ook polariserende krachten. Hè? Dat is inderdaad, dat merk je overal in de samenleving. Dat merk ik natuurlijk ook. Wat merk jij? De reacties zijn heel erg heftig soms op social media natuurlijk. En niet alleen in mijn richting, maar ook in de richting van familie. Dat is heftig. Maar bedreigingen? Ja, zeker. Ja, hoe ga je daarmee om? I'm only human after all. Dus ik kan niet zeggen dat het me helemaal Siberisch laat. Maar je moet wel zorgen dat je er niet door laat beïnvloeden. Je moet het
En dat lukt wel. Dus ik laat me daar absoluut niet door afleiden of beïnvloeden of zo, helemaal niet. Alleen, ja, leuk is anders. Maar daar staat wel tegenover dat ik tegelijkertijd honderden kaartjes krijg van allemaal hele lieve, vriendelijke mensen die je allemaal het beste wensen. En je, ja, dus dat ook. En lieve mensen op straat. Dus. Zoals nu net gebeurt. Exact. Geweldig. Dus dat ook. Ja, dus dat is de andere kant. Ja. Dus, maar het is een bijzondere tijd voor ons allemaal, denk ik. Natuurlijk. Ik zie het ook als een uiting van onmacht en van frustratie. Ja. En ik snap, ik ben natuurlijk het gezicht van die aanpak van de coronacrisis. Dus ik snap dat mensen op mij dan ook hun woede of frustratie projecteren. En dat hoort gewoon bij mijn rol. Ja. Maar je moet je er nooit door af laten leiden. Ja. Hé, wat is de volgende plek? De Porcellistraat. De Porcellistraat. Ken je de Porcellistraat? Waar is dat? Aan de andere kant van de Maas. Oké, dus we hebben de auto nodig. We hebben de auto nodig. Kom op, daar gaan we. Hey, zal ik rijden? Wil je dat? Ik ga rijden. Ga jij rechts achterin zitten? Ja? Ja, dat is goed. Oh, stuur het daar, hè? Ja, kan ik netjes de deur voor je open houden? Kan dat? Dit is. Ik ga even de deur voor je open houden. Tuurlijk. Daar ga ik. Ah, dat past wel. Yes! Zo. Zo. Kijk eens. Ik heb een privéchauffeur. Ja. Maar het rijdt toch? Ja. Auto uit 1988. Dat is toch heerlijk. Wat heeft een mens eigenlijk nog meer nodig? Nee, precies. Nou, hij staat gewoon schitterend. Niks meer aan doen zo. Nou, meneer de Krouwer. Nou, dank u wel, minister. Dat bent u. Oh, weer een uitdaging om hier eruit te komen. Ja, dat valt niet mee. Dat valt niet mee. Hey, waarom zijn we hier? De Porcellistraat is in mijn herinnering vooral de straat van Beb. En Beb, ja, dat was waar alle kranten toen van bol stonden. En ze had 10 jaar, had ze dood in huis gelegen voordat ze was gevonden. En niemand, helemaal niemand, had haar gemist. Bizar. En dat verhaal sloeg op het stadhuis in als een bom. En, toen was je wethouder. Ik was wethouder, inderdaad. Ja. En nou, daar kwamen nog de stapels GGD-rapporten bij. Hè, waaruit blijkt dat meer dan de helft van Rotterdam zich eenzaam voelt. En zeker in wat oudere stadswijken, zeker onder oudere Rotterdammers, is die eenzaamheid gewoon ongelooflijk groot. Ja, hier was het. Ja. Hier was het. En waarom heeft dit verhaal jou zo geraakt? Ja, 10 jaar dood in huis zonder dat iemand je mist. Dat is zo'n... Ja, schrijnend beeld van hoe groot de eenzaamheid kan zijn in zo'n grote stad. Surrealistisch bijna. Ja, hoe groot de anonimiteit en totaal doorgeschoten individualisme, waar dat kan eindigen. En kijk, opgeteld bij die vreselijk ingrijpende cijfers ook die je kent over eenzaamheid in de grote stad, dachten we, ja, daar moeten we wat aan doen. Daar moeten we een aanpak voor verzinnen. Hè. Je kunt de eenzaamheid misschien niet oplossen, maar iemands eenzaamheid doorbreken, dat kunnen we toch allemaal. Wat heeft de dood van Beb met jou gedaan? Ja, voor mij is het signaal geweest dat we ons niet mogen neerleggen bij die enorme eenzaamheid in de grote stad. En die enorme eenzaamheid in Rotterdam. Er wordt vaak gezegd, hè, joh, eenzaamheid hoort nu eenmaal bij de grote stad. Je moet je nooit neerleggen bij de dingen zoals ze zijn, nee. als je eigenlijk de opdracht hebt om het te veranderen. Dus eigenlijk is de dood van Beb dus niet helemaal voor niks geweest. Nee. Er is heel veel aan goede dingen uiteindelijk uit voortgekomen. Eigenlijk is dat de aanleiding geweest voor een echte aanpak tegen eenzaamheid in Rotterdam. En toen ik minister werd, hebben we gezegd, nou, dat wil ik eigenlijk niet alleen in Rotterdam, maar dat wil ik eigenlijk in heel veel meer gemeenten. Inmiddels zijn er ruim 200 gemeenten die ook een aanpak tegen eenzaamheid hebben. Dan is er een landelijke coalitie tegen eenzaamheid. En juist ook in deze dagen, in die donkere dagen rond kerst, ja. En juist in deze tijd, in die tijd waarin we afstand moeten houden van elkaar, is het zo noodzakelijk dat we echt een beetje extra aandacht voor elkaar hebben. Ja. En weet je, je hoeft niet te denken van, ik kan toch in mijn eentje niet de eenzaamheid oplossen. Dat is ook zo. En ook de overheid kan de eenzaamheid niet oplossen. Dat is ook zo. Maar iemands eenzaamheid doorbreken, dat kunnen we eigenlijk allemaal. Ja. Door alleen even naar de buurvrouw te gaan. Een klein gebaar is genoeg. Zal ik de boodschappen doen? Zo is dat. Een kopje koffie komen drinken. Zo is dat. Zo simpel is het. Ja. Zo simpel is het echt. Ja. Hey, waar gaan we nu naartoe? Op naar Katendrecht. 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 Katendrecht is zo leuk. Zo mooi. Zo ongelooflijk mooi. Kijk eens. Nou, dank u wel hoor. Ah. We hebben alleen één probleem. Wat dan? De deur toch open. Oh! Wat een werk, joh. Ja. Sorry.
mevrouw, de rattenminister. Die denken, dat gaat echt heel slecht met dat... Ze moeten zelf bezuinigen, hè? Ja. Zo, halve katen recht. Kijk eens, hé. Geweldig. Zo, aan de plek, hè? Dit is mooi, hè? Dit is toch geweldig? Dit went nooit. Zo mooi is dit. Zo ongelooflijk mooi. Kijk. Wat heb je met Katendrecht? Ah, de Katendrecht is zo ongelooflijk. Het is het meest Rotterdamse stukje Rotterdam, vind ik. Hè? Qua diversiteit het meest Rotterdamse stukje, maar ook qua mentaliteit, zou je kunnen zeggen. Ja, waarom? Naar Rotterdam is natuurlijk... Wat het mooie van Rotterdam is het continu blijven bouwen aan de toekomst. En... Het durven opnieuw te beginnen ook wel een beetje. En dat is natuurlijk met Katendrecht is dat vanaf het begin geweest. Katendrecht was ooit een dorpje. Een dorpje aan de Maas. Ja. En dat is platgebroken. Arbeidershuizen neergezet, loodsen neergezet, havens gebouwd. Omdat de haven moest worden uitgebreid. Er moest gewoon gewerkt worden. En ja, ook later, toen natuurlijk flink mis was gegaan in Katendrecht. Ook toen is gewoon de boel platgebroken en zijn ze opnieuw begonnen. Weet je, en dat is toch een beetje Rotterdam. Als wij gewoon het raam open hebben s'nachts, dan word je 's ochtends wakker van het heien. En ja, maar jij woont hier, hè? Wij wonen hier, ja, inderdaad. En het is zo mooi. Het raam open doen, wakker worden van het heien. En dat is, ja, daar bonkt het hart van Rotterdam. Ja. Dat is zo mooi. En dat bouwen aan de toekomst, dat durven opnieuw te beginnen, ja, dat is zo mooi. Ja. Nou leven we natuurlijk in een hele gekke tijd, die coronatijd. En jij bent een van de hoofdrolspelers. Hoe denk je dat je hier later over terugdenkt? Ja, dit is natuurlijk een bizarre tijd. En ja, opeens sta je voor die taak. Ja. Maar het is loodzwaar natuurlijk, maar het is ook geweldig mooi om te mogen doen. Zo zie ik het vooral. Dit is de ernstigste crisis waar we doorheen gaan sinds de oorlog. En ja, daar een leidende rol in mogen spelen om als samenleving die crisis weer te boven komen. Dat is prachtig om te mogen doen. Ja. Het is juist als het er ontspant, is het mooi om op het dek te staan, met de handen aan het stuur te staan. Letterlijk? Is dat. In plaats van langs de kant, toch? Is dat ook een beetje het Rotterdamse in jou? Ik hou er heel erg van. Ja, ik vind het mooi om verantwoordelijkheid te mogen nemen. En ik vind het mooi om inderdaad met de handen aan het stuur te staan, op het dek te staan als de golven hoog gaan. Tof. En liever in de storm staan dan uit de wind. Ja, absoluut. Hey, ik durf het bijna niet te vragen, maar zullen we even een Titanicie doen? Een Titanic momentje? Ja, Titanic momentje. Dat moeten we doen. Ja, het is al een tijd geleden dat ik die film heb gezien. Hoe ging het ook alweer? Nou, zo is het. Zo, hè? Ja. En zet de cameraman, die zet wel de muziek eronder, hoor. Toch, Ar? Hey. Ja, dit wordt weer een romantisch moment. Ja. Hey, Hugo, bedankt voor het gesprek. Ik vind je een onwijs geerse gast. En ik weet hoe druk je het hebt. Elke minuut ben je aan het werk van de dag. Ja. En toch heb je de tijd gevonden voor de Rotterdammers om hier... Mooie plaatjes van de stad, even de stad te laten mooi, zien. Is dat mooi, toch? Ja. Ja. Toch vaak denk ik aan jou als ik je dan op televisie zie. Voor 7 miljoen mensen hoort toespreken. Dan denk ik van, hoe doet hij het, man? Ja. Ik zou reten zenuwachtig zijn. Nou, dat was ik ook wel, die eerste keer. Maar op den duur begint dat ook een beetje te wennen. En het zijn wel erg veel kijkers natuurlijk. Maar weet je, het houdt ons ook allemaal geweldig bezig. Hè? Alles wat samenhangt met die crisis, het begon als een gezondheidscrisis. Maar het raakt inmiddels alle facetten van ons leven, alle facetten van de samenleving. En ja, ik begrijp zo goed dat mensen bezorgd zijn over hoe het verder gaat. Dat mensen willen weten hoe het verder gaat, welke maatregelen moeten worden genomen. Dus ja, er kijken inderdaad een hoop mensen. Mark en ik maken wel eens de grap. Want naar ons huwelijk zitten inmiddels meer mensen te kijken dan naar het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. Ja. Nou, heel veel succes en we zien elkaar weer. Dankjewel. We zien elkaar. Geef me een schoen. Cheers. Hey, tot kijken. Hoi. Hoi.